Een leuke wedstrijd kan het natuurlijk gaan worden tussen de nummers 5 en 6 van de Eredivisie momenteel. Sowieso al verzekerd van play-offs Sparta, omdat Heerenveen gisteren ten onder ging. Goed luisteren en degene die Twente wel vaker aanschouwen in de Grolsvesten valt direct wat op. Dit is niet het You Never Walk Alone, maar het wat oudere clublied Heia FC Twente. En dat heeft allemaal te maken met de tijd dat er twee iconen speelden van FC Twente. En die iconen worden nu andermaal in het zonnetje gezet. Zo zien ze er nu uit. Links met de handen gevouwen Eddy Achterberg, de keu. En rechts zag u Kik van der Val. In de jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70 maakten zij furoren hier in Enschede. En zonder verleden heb je geen heden. Geraakt door het prachtige eerbetoon. Rotterdammer van de Val, Utrechter, Achterberg. Maar het zijn gewoon echte Twentenaren in de ogen van de supporters. En bijna nog dagelijks hier te vinden op de club. Schitterend gedaan door de aanhang van FC Twente. Mooi begin van deze voetbalzondag. Ook voor hem, Sadilek. Start voor het eerst sinds 5 februari weer een keertje in de basis bij FC Twente. Veel blessures gehad. Sparta ongewijzigd ten opzichte van een week geleden. Lauritsen uiteraard weer de spits. Eerthuizen en Apels vormen het centrum achterin. Ouazar op de bank. Vriends er nog niet bij. Twente de nummer 6. 1 punt minder dan Sparta de nummer 5. En ze jagen natuurlijk allebei nog op plek 4 AZ. Plek 4. Dan hoef je geen play-offs te spelen, heb je eerder vakantie. Flap gaat diep. Er wordt goed aangespeeld door Smal. Kitolano in de achtervolging, maar dat deert Flap niet. Ja, die loopactie van Flap. Dan kruipt hij voor bij Kitolano. Krijgt hij net niet tot bij Czerny. Flap. Brunet. Misidjan. Even naar de rechterkant uitgeweken. Die vrijheid hebben de vleugelspelers van Twente. Lekker hakje. Misidjan in de handen bij Olijn. Die nog wel enigszins moeite heeft. Met zijn eerste echte klus van de middag. Lekker klaargelegd door Flap. Net te weinig venijn in die uithaal van Misidjan. Van Krooi draait hem lekker in. En die bal wordt nipt overgekopt door Lauritsen. Een van de wapens van Sparta dit seizoen. De spellenvatting van Vito van Krooi. Czerny, die wil het vaak wel proberen als er eventjes gelegenheid is. Zoekt nu de kaas met Smal. Zerouki. Flap bij zich, heeft Czerny bij zich. Nou, die probeert het dus en die kegelt hem over. Flap, Brunet, Prupper. Lekker gecombineerd door Twente. Nu komen ze pas echt in de gevarenzone met Smal. Smal en dan valt hij nog voor Czerny. Bij de tweede paal kan het nog altijd. Nou, hier ook. Ja hoor. Hij doet het weer. Joshua Brunet. Staat op papier als rechte verdediger. Maar speelt Joshua Brunet in de Grolsvesten, dan wordt het een soort goalgetter puur sang. Want dit is een zevende van dit seizoen. En alle 7 in de Grolsvesten. Op aangeven van Czerny. Die goed het overzicht bewaart in die hectische situatie. Het is een vrije trap.
Overtreding is van Sambo. Die krijgt direct geel van Kooi. Niet vanwege de ernst van de overtreding. Wel vanwege het feit dat het een kansrijke aanval was. Het wordt Zerouki. Geen onaardige bal. Maar Smal krijgt hem er niet in van dichtbij. Namli, nog altijd Namli. Namli, waar eindigt dit? Dit eindigt bij Verschuren en dan bij Sambo. En met een redding van Oenestal. Sparta bijt van zich af en doet dat op fraaie wijze via de dribbel van Namli. De poeier van Sambo. Eerthuizen met Smal. Voormalig Volendam-spelers, Verschuren. Netjes neergelegd en daar is de gelijkmaker. Van Lauritsen en het is niet gek dat het een kopbal is. Want Sparta heeft het kopje erbij dit seizoen. Kopgoal nummer 16. Goed werk van Eerthuizen. En datzelfde kun je zeggen van Verschuren. En dan klopt Lauritsen daar. Brunet, hij is veel dapperder vooral. Moet en zal die bal raken met het hoofd. En 1-1. Sadilek. Flap. Flap probeert hem in de verre hoek te sturen. Maar daar ligt Olij. De gebaren van Tjerny. De uitvoering van Tjerny. En de kopkans is er. De herkansing voor Misitjan. En dan gaat hij er weer niet in. Is daar nog Zerouki, zodat Sparta nog altijd niet echt opgelucht kan ademhalen. Nu wel, nu kunnen ze zelfs gaan uitbreken. Op rechts van Krooi. Lauritsen met de overlap, want Saito komt in het door. Er zit tempo in deze tegenstand. Kitolano meldt zich en Kitolano vindt Oenestal. Prachtige uitbraak van Sparta. Die ze nog een keer kunnen gaan doen met Verschuren. Omdat de Brenet weer staat te slapen. Van Krooi draait hem weer goed in. Eerthuizen. En daar is het 2-1 voor Sparta. Door Lauritsen. En weer een spelervatting. Ze stichten er zoveel gevaar mee. Vandaag ook weer Sparta. Eerthuizen en Lauritsen worden ook hier weer gevonden. Eerthuizen komt, Lauritsen met een rebound. Spectaculair afgerond. Sam Stijn wordt ondertussen bekogeld met blauwe ballen. Dit heeft alles te maken, denk ik, met dat je niet iets op het veld mag gooien. Een soort cynische reactie. Van vak P op de regels die tegenwoordig gelden. Is toch niet meer snel. Officieel moeten we nu dus tijdelijk staken. Want dat zijn helemaal de regels. Ik denk dat Kooi hier een oogje dichtknijpt. Lauritsen, randje buitenspel vertrokken. Oenestal uit positie. Dit is nu nummer 3. Met een vraagteken. Met een vraagteken van de vlag. Nu wel geheven. En dan gaat Stan Teuben lijntjes trekken. Oenestal zat sowieso mis. Voor het vertrouwen van de doelman niet lekker. Inderdaad, buitenspel. Cross
paas van Smal. Czerny, als hij op de been blijft, kan hij misschien een ploegenoot bedienen. Ja, dat kan hij zeker. Zerrouki. En dit is, laten we het voor Zerrouki houden, de gelijkmaker. Met een zeer grote hand erin van Dirk Abels. Abels probeert nog te assisteren. Hel Sparta van de regen in de trup. Sijan. Smal. Czerny, die heeft tijd, die heeft ruimte, die heeft de gelegenheid om de 3-2 te maken. En wat is het toch een geweldige wedstrijd in de Grolsvesten. En gelukkig nog lang niet voorbij. Zo laat Sparta zich in korte tijd toch weer twee keer de kaas van het brood eten. Czerny wordt helemaal vrijgelaten. En hij legt aan en haalt met zijn, tussen aanhalingstekens, mindere rechter. Piek fijn uit, want deze past echt precies. Van Krooi, oh, bijna Sambo helemaal, 3-3. Schitterende vrije trap, ja, en nu wordt er van alles gegooid. En dat wil Sambo wel weten. Je moet het ook niet uitlokken. Doe dat nou niet. Niet zo verstandig. Tahiri is dat wel. Nou krijgt Sambo geel voor uitlokken. En die had al geel. Ach ja. Kooi volgt hier de regels. En daar laat ik het even bij. Kooi volgt de regels. Want je mag het publiek niet uitdagen bij het juichen. Schitterende vrije trap van Krooi. En dan Ros Sambo van binnen. 100 heerlijke voetbalminuten tussen Twente en Sparta. En het eindigt in 3-3.